En ook dit keer zijn de Palieters de betere ploeg in de openingsfase. Na een vlotte combinatie kan Struijf uithalen. Zijn schot zoeft over het doel, een eerste waarschuwing. 10 minuten later zijn de bezoekers daar weer. Een voorzetschot van Nijs wordt in eerste instantie nog prima uit doel geslagen door Hofman. In de rebound is Struijf niet zelfzuchtig en legt hij de bal af voor Kiel. Die twijfelt niet en schiet de terechte voorsprong tegen de touwen. Lira Lierse blijft de betere ploeg en dwingt nog kansen af. Schaases viseert de korte hoek. Hofman is attent en weet de botsende bal onschadelijk te maken. Zwarte Leeuw prikt slechts 1 keer voor de pauze. De vrije trap van Neefs vliegt over de kooi van Sterkes. Nog 1 keer de bezoekers dan. Adesanya gebruikt zijn sterke lijf om de tegenstander af te houden en kan aanleggen. Hij wordt nog voldoende gehinderd en raakt niet voorbij Hofman. Ik denk dat we een mooie 1-0-1 maken. Ja, we moesten misschien nog voor de rust 0-2 maken. En dan had het iets comfortabeler geweest. Maar je weet dat na de rust Zwarte Leeuw uit de kleedkamer komt om nog een goal te maken. De thuisploeg begint inderdaad met goede moed aan de tweede helft. De voorzet van Thiago brengt Sterkes bijna in verlegenheid. Snel naar de overkant dan. Een voorzet waait naar de tweede paal waar Schaase staat. Die twijfelt niet en poeiert het leer tegen de netten. Een knap doelpunt. Ja, ik geef zelf de hoekschop en hij gaat verder en hij wordt terug voorgezet en hij komt terug aan de tweede paal. Ja, ik sta daar en ik pak hem in 1 tijd. Ja, hij vliegt lekker binnen, dus ja, dat is mooi meegenomen. De jongens uit Rijkenvorsel geven nog niet op en gaan op zoek naar een doelpunt. Jochems viseert het hoekje, Sterkes gaat goed plat en houdt zijn netten voorlopig schoon. Een paar minuten later zijn ze daar opnieuw. Van de Vrede steekt Lambrechts diep. Deze voorzet is te flauw om echt voor doelgevaar te zorgen. Maar we zien nu een beter Zwarte Leeuw. Ik vond dat we de eerste helft net iets te veel respect hadden voor de tegenstrever. En ik heb ook thuis rust gevraagd van kijk, oké, speel los en we hebben in principe niks te verliezen. En dan heb ik toch wel een betere tweede helft gezien waar we toch ook wel onze momentjes hebben gehad. In het slot probeert de thuisploeg nog een keer. Een voorzet van op links komt bij invaller Laurijsen. Die mikt naar de hoek, maar Sterkes is alweer bij de pinken. Het blijft 0-2. Lira Lierse pakt een logische zege en bekert verder. Volgend weekend wacht de winnaar van het duel tussen La Louvière en Londerzeel. Een nieuwe kans om er een mooi bekeravontuur van te maken.